Oké, we zijn aanbeland bij hoofdstuk 4 over het gezin volgens het plan van God. Hoofdstuk 4 is communicatie en vriendschap. Communicatie is een van de belangrijkste dingen in een huwelijk, eigenlijk sowieso in het leven, dat we dit op de juiste manier doen. Heel veel huwelijksproblemen, misschien zelfs wel de meeste, die worden veroorzaakt door een gebrek aan de juiste communicatie. Communicatie is de transparante overdracht van ideeën, van opinies, meningen, gevoelens, van emoties en van kennis tussen mensen. En is de basis voor wederzijds begrip in elke relatie. Er zijn 3 basisprincipes voor een goede communicatie. 1. Kijk me aan. Heel erg belangrijk in communicatie is zorg dat er oogcontact is. Je hoeft niet op een vreemde manier elkaar diep in de ogen altijd aan te staren. Maar het is belangrijk dat je in een communicatie en vooral in een huwelijk dat je elkaar aankijkt. Nummer 2 is luister naar mij zodat je me kan begrijpen. Heel vaak luisteren we met een bepaald oor. Wij luisteren naar iemand om meteen een antwoord te kunnen geven. Maar waar het om gaat is dat wij leren luisteren om iemand te begrijpen. Jacobus 1 vers 19 zegt: zo dan mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. Dus niet zo snel boos worden. Nogmaals, Jacobus 1, 19. Zo dan, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. Spreken voordat je geluisterd hebt is niet wijs en sterker nog is respectloos. Spreuken 18, vers 13 zegt: wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en tot schande. Maar toch gebeurt dit juist heel erg veel. Dat, wat ik al zei, dat wij luisteren om een antwoord te kunnen geven. Dat we niet werkelijk leren begrijpen wat de situatie van iemand nou is. Wanneer we leren te luisteren, dan helpt het ons om anderen te begrijpen. Het helpt ons ook om problemen los te laten. En het helpt ons om een effectieve helper te zijn. Statistisch gezien zijn mannen van nature minder communicatief dan vrouwen. Ik weet niet precies of dit klopt, want ik heb het nooit geteld. En ik ben ook niet echt van plan dit te gaan doen. Maar ik heb mij laten vertellen dat mannen, die spreken ongeveer tussen de 10.000 en 15.000 woorden per dag. En vrouwen spreken tussen de 25.000 en 50.000 woorden per dag. Vrouwen over het algemeen, dat is natuurlijk niet altijd zo, maar vrouwen over het algemeen drukken zich vooral vocaal uit. Nummer 3. 1 was kijk mij aan. 2 was luister naar me zodat je me kan begrijpen. En 3 is ken mij zodat we elkaar kunnen leren liefhebben. Dit is belangrijk. Ken mij zodat we elkaar kunnen liefhebben. Wat moeten we weten over onze echtgenoot om een effectieve communicatie te ontwikkelen? Eerste wat we moeten weten is zijn of haar temperament of persoonlijkheid. Nou, een beetje kort door de bocht. Maar ik leg verschillende persoonlijkheden een heel klein beetje uit. En nogmaals, dit is natuurlijk geen volledige les hierover, maar alleen maar zodat we het een beetje begrijpen. Zeker de dingen aangaande temperament en persoonlijkheid. En dat kan grofweg in 4 worden opgedeeld. Cholerisch. Er zijn mensen die zijn cholerisch, die genieten van projecten. Hij is een dromer, maar hij verliest ook snel zijn of haar geduld. Dan heb je sanguinisch of optimistisch, die houdt van mensen, is grappig en is meestal snel met spreken. Dan heb je flegmatisch, is graag alleen, makkelijk in de omgang, doet het rustig aan en wekt soms het idee dat hij of zij niet geeft om de wereld om hem of haar heen. En dan tenslotte melancholisch. Je houdt ervan om buiten te zijn, houdt van de natuur, is een perfectionist, emotioneel en overgevoelig. Nou, er is natuurlijk een overlap tussen deze 4. Maar hier kan je grofweg elkaar in indelen. En het is niet zo dat de ene beter is dan de ander. Het heeft te maken natuurlijk met jouw persoonlijkheid. Hoe God je heeft gemaakt. Sommige dingen over je achtergrond. En nogmaals, de 4 zijn cholerisch, sanguinisch of optimistisch, flegmatisch en melancholisch. Nou, die woorden hoeft u niet te onthouden, maar nog helemaal heel snel wat die verschillende dingen ook weer waren. Een cholerisch persoon die geniet van projecten, is een dromer,
maar verliest ook snel zijn of haar geduld. Dan sanguinisch, optimistisch, die houdt van mensen, is grappig en is meestal snel met spreken. Flegmatisch, ik bedoel niet snel in snelheid van woorden, maar heeft dus wat moeilijk soms om volledig te luisteren. Flegmatisch, die is graag alleen, makkelijk in de omgang, doet het rustig aan en wekt soms het idee dat hij of zij niet geeft om de wereld om haar heen. Of hem heen. En dan melancholisch, die houdt ervan om buiten te zijn, houdt van natuur, is een perfectionist, emotioneel en overgevoelig. Tweede wat we moeten weten, dus buiten persoonlijkheid en temperament, is zijn of haar liefdestaal. Wat is de liefdestaal van je echtgenoot? Wat is de liefdestaal van je kinderen, van je pastoor, van je leider, van je vriend, van je mentor? 1 is woorden van bevestiging, dus woorden die opbouwen. 2 is quality time, oftewel sport kijken samen of gezamenlijke activiteit. Het gaat om het samen zijn. Niet alleen maar samen op de bank zitten, maar samen tijd besteden. 3 is cadeautjes krijgen, bloemen, snoep, uitjes. Gaat niet om hoe duur die cadeautjes zijn. 4 is dienen, bijvoorbeeld ontbijt op bed of iets speciaals doen. En 5 is fysieke aanraking, knuffelen of handen vasthouden. Dus nogmaals, je hebt woorden van bevestiging of opbouwende woorden. Quality time, cadeautjes krijgen, dienen. En fysieke aanraking. Dus belangrijk, wat is de taal van die andere persoon, zodat je dat leert te spreken. Want als jouw taal bijvoorbeeld is aanraking en jij raakt jouw partner aan, maar zijn of haar is woorden van bevestiging, dan denken ze, ja, waarom raakt hij me de hele tijd aan? Hij voelt daardoor niet per se dat hij geliefd wordt. Of andersom, als iemand dus de liefdestaal heeft van woorden van bevestiging. Dus altijd zegt ik hou van je, je bent geweldig, je bent heel mooi en je doet het goed. Maar jouw eigen taal is dienen, dan hoor je dit niet zo goed. Dus het is belangrijk dat we van elkaar begrijpen wat de taal is die wij spreken. 3, wat je moet begrijpen van de persoon waar je mee samen bent, is zijn of haar roeping. Als je de roeping van je echtgenoot weet, dan ben je een aanwinst bij het helpen en het deelnemen aan het bereiken, het volbrengen van die visie of die roeping. Oké, hoe ontwikkel je een vriendschappelijke relatie met je echtgenoot? 1 is samen quality time doorbrengen, samen tijd doorbrengen. 2 is een open, transparante en eerlijke communicatie met elkaar. En juiste communicatie vereist het volgende. Dit is belangrijk. Vertel nooit aan iemand anders door wat je echtgenoot je privé heeft verteld. Onderbreek nooit en wees niet snel in het trekken van conclusies wanneer je echtgenoot nog spreekt. Houd de lijntjes van communicatie open. Gebruik stilte nooit als een wapen, want het kan verkeerd begrepen worden. Kijk elkaar aan en kijk je echtgenoot in de ogen op het moment dat er gesproken wordt. En keer je echtgenoot nooit de rug toe. Wat zijn communicatieverstoorders? Ultimatums, dus een ultimatum stellen. Of het gebruik van de woorden nooit, altijd en alles. Een lijst bijhouden van fouten of zwakheden van je echtgenoot. Op het moment dat je dus ruzie hebt, een conflict hebt, dan komt de hele rits van allerlei problemen weer naar voren. Dus geen lijst bijhouden van fouten of zwakheden van je echtgenoot of echtgenoten. Dan je echtgenoot vergelijken met andere mensen. Dat zijn communicatieverstoorders. En moeilijk tevreden te stellen zijn. En ook nog je echtgenoot verantwoordelijk stellen voor jouw algehele geluk. Dit is zo'n grote die ik zo vaak heb gezien. Dat wij onze partner, onze echtgenoot of echtgenoten op die plek zetten. Dat wij verwachten dat zij verantwoordelijk zijn voor ons algehele geluk. Maar Jezus is de enige die jou compleet kan vervullen. Die verantwoordelijkheid ligt niet bij je echtgenoot of bij je echtgenote. Jij zal zelf die relatie met Jezus moeten gaan ontwikkelen. 3. Is een andere manier om een vriendschappelijke relatie te bouwen met je echtgenoot, is door je toe te wijden aan het bouwen van je huwelijk en je gezin met een gelijke visie en bedoeling. Nogmaals, een andere manier om een vriendschappelijke relatie te bouwen met je echtgenoot
is door je toe te wijden aan het bouwen van je huwelijk en je gezin met een gelijke visie en bediening. Amos 3:3 zegt, ga naar twee samen zonder elkaar ontmoet te hebben. Matthäus 18:19. Verder zeg ik u dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zou vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Het woord overeenstemmen betekent als één akkoord of harmonie. Het komt van het woord symfonio, wat betekent in eenheid op dezelfde tijd spelen. 4. Is concentreer je altijd op de deugden van je echtgenoot, op alles wat goed is. 5. Is je moet een vriend zijn. Spreuken 18:24 zegt een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan. Maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer. Ik had het over de 5 punten hoe je een vriendschappelijke relatie met je echtgenoot kan brengen. Heel snel. 1. Door samen tijd door te brengen. 2. Een open, transparante en eerlijke communicatie met elkaar te hebben. 3. Is een vriendschappelijke relatie te bouwen met je echtgenoot door je toe te wijden aan het bouwen van je huwelijk en gezin met een gelijke visie en doel. 4. Concentreer je altijd op de deugden van je echtgenoot, op alles wat goed is. En 5. Je moet een vriend zijn. Oké, ik wil vandaag, voordat ik afsluit, wil ik je activeren hierin. Dus een soort huiswerk geven, laat maar zeggen. Ik wil dat je je toewijdt aan de andere persoon om naar hem of haar te luisteren, zonder je eigen gezichtspunt te verdedigen of te rechtvaardigen. En dan de juiste aanpassingen in je communicatie maken, zodat je ervaring vreugdevol en succesvol zal zijn. Dus, huiswerk. Bid samen met je echtgenoot of echtgenote, indien dit kan. Nummer 2 is maak een lijst van veranderingen die je wil dat je echtgenoot maakt, maar doe dit niet op een kritische manier. Het is heel erg gevaarlijk, want ik bedoel niet dat je dit lijstje als een wapen gebruikt, maar om te communiceren. Bijvoorbeeld, je kan dit uitleggen door te zeggen, als jij dit doet, dan voel ik me dit. Maar als jij dit zou doen, dan zou mij dat helpen om... Dan 3 is, ruil de lijst met elkaar en bid dan ook samen. En vraag God om jullie beiden de genade en gunst te geven om dit in je karakter te brengen. Dus 1 is, bid samen, maak een lijst van verandering, maar doe dit op de juiste manier. En dan ruil van lijsten en bid dan samen. Dit is een goed punt van huiswerk. Oké, laat me voor je bidden. Vader, in de naam van Jezus, ik dank u voor goede en sterke huwelijken, Heer. Waar mensen niet onderworpen zijn op elkaar in een wereldse manier. Heer, maar in eenheid naar een doel toe werken. Vader, ik dank u voor sterke gezinnen. In Jezus' naam. Amen.